De quickscans van de ministeries zien er niet zo fraai uit. Dit zegt de aankomende woordvoerder van het kabinet van de vicepresident, Humphrey Dundas. We spraken hem vanmorgen voor aanvang van de raadsvergadering. De quickscans moeten uitwijzen wat er aan apparatuur is op de ministeries en hoe de diverse afdelingen bemenst zijn. Er is gekozen voor een presentatie van quickscans omdat een volledige evaluatie zeker 2 maanden kan duren. Dundas geeft aan dat nog niet alle ministeries hun quickscans hebben kunnen presenteren, omdat er veel agendapunten zijn voor de raadsvergadering. Hij vraagt de samenleving daarom geduld voor deze informatie. Maar gelooft u me, de quickscans die komen zoetjes aan allemaal binnen. Ja, en het ziet er niet helemaal zo fraai uit, maar als Suriname moeten we het beste van maken. Dus de regering die zit daar en natuurlijk zullen ze dus alles moeten doen om Suriname weer op de rails te krijgen. Dundas benadrukt dat er geen mensen thuisgezet zullen worden, want dat is niet het beleid van deze regering. En ieder die thuis blijft zal opgeroepen worden om weer te komen werken. Als de mensen geen gehoor geven aan deze oproep, zullen er maatregelen worden getroffen, zegt Dundas. Wat er wel gebeurt is dat vanwege COVID, dat de verschillende ambtenaren en werkers, ook bij parastatale bedrijven, in shiftverband werken. Weet u? Dus, het kan zijn dus dat je 3 keer per week werkt. Maar daarnaast, zoals de president ook heeft aangegeven, zijn er nog heel wat mensen die gewoon thuis zitten en onder de radar van de overheid zitten. En aan die mensen is dus de oproep gedaan om zich aan te melden. Want het is gewoon loon naar werk. Je moet werken voor uw geld. En het land heeft u nodig, Suriname heeft u nodig. Dus ik zou ze ook oproepen, blijf niet weg. Als je weet dus dat je 1 jaar of 2 jaar of weet ik veel hebt gespookt, meld je aan. Humphrey Dundas, de aankomende woordvoerder van het kabinet van de vicepresident. We spraken hem vanmorgen voor de aanvang van de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers.